Ja, dames en heren, bij de plechtige opening van Koningsfeesten hoort wat statie, vond ik. Vandaar deze chef. Van, de mensen die mij kennen weten dat ik daar een viscerale afkeer van heb. Maar vandaar ook dat hij zo slordig rond mijn middel is gebonden, want ik krijg die nooit goed vastgeknoopt. Dat is een moeilijk ding trouwens ook. En als er statie bij hoort, zullen we dan ook beginnen met officiële titels. En eerst en vooral de volksvertegenwoordiger aanspreken, meneer de volksvertegenwoordiger. Meneer de voorzitter, dames en heren. En nog eens in de hele plechtigheid, een mooi uitgeschreven tekst hoort hier eigenlijk ook bij. Want koningsfeesten en dan nog inderdaad op de vooravond van wat in de volksstaal altijd Prinsjesdag heet. Een officiële dag van de dynastie. Maar ja, dat hoort dan zo. En het is inderdaad voor mij, en zo staat het op mijn tekst, maar ik meen het ook, een bijzonder genoegen om deze tentoonstelling vandaag hier op deze plaats in het Volkshuis te kunnen openen. En ik heb daar diverse redenen voor. Ten eerste natuurlijk omdat dit een activiteit is, de eerste activiteit van VZW het Volkshuis. Een VZW die mij erg aanspreekt. En dat echt niet alleen omdat er een aantal mensen bij betrokken zijn die ik een warm hart toedraag. Maar vooral omdat deze VZW in haar streven heeft een positieve dialoog op gang te brengen. U heeft er net eigenlijk allemaal gehoord van, ik heb maar een stukje gehoord, maar u heeft het helemaal kunnen horen wat de voorzitter u kon vertellen rond deze VZW. Maar ik vind dit heel mooi omdat ik een voorstander ben van openbaarheid van bestuur, zoals u weet. En we weten dat we in de stad Gent daar de laatste tijd ook al een en ander hebben aan gedaan. Het kan altijd beter, maar hoorzittingen, stadsmagazine, openbare commissies, inzage, rechtsspreekrecht, ombudsdienst, noem maar op. Dat zijn dingen die we de laatste tijd hebben gerealiseerd. Maar toch blijft er nog altijd die kloof. Die kloof tussen bevolking en bestuur. En als je met de lokale gemeenschap bezig bent, als burgemeester, als lid van de gemeenteraad, dan probeer je toch die kloof te overbruggen, laat ik het zo stellen. En er zijn vele middelen wat te doen. Je kunt het vanuit de officiële instanties doen. En ons Koningshuis zal er misschien ook toe bijdragen. Maar je kunt dit vooral doen, denk ik, vanuit de bevolking zelf. En precies deze verzameling van mensen binnen deze VZW is daar dan toch wel een geschikt middel toe. En ik hoop dat het Volkshuis er ook in slaagt deze positieve dialoog inderdaad op gang te brengen. En dan is er nog de andere reden waarom ik graag hiertoe ben gekomen, namelijk het Volkshuis. Ik weet niet of ik goed ben ingelicht, maar men vertelt mij toch dat, ik zou het eigenlijk moeten weten, want ik heb ooit nog een verhandeling geschreven over Gentse volksliteratuur, maar ik heb mijn verhandeling er niet meer op nageslagen. Het Volkshuis, het eerste Café Chantant zit hier in Gent. In elk geval, er waren heel wat Café Chantants in deze volksbuurten. En in deze volksbuurten leefden ook mensen die belangrijk zijn geweest, niet alleen in de Gentse volksliteratuur, maar meestal ook in de arbeidersbeweging. En als ik zeg arbeidersbeweging, doe ik dan niet uit chauvinisme, maar het was dan wel doorgaans ook de socialistische arbeidersbeweging. En zo zou ook Henri van Dalen hier zijn carrière begonnen zijn. Henri van Dalen die inderdaad uit de wijk, ik kan niet zeggen uit de onmiddellijke buurt, maar uit de wijk afkomstig was. En het verheugt mij dat deze traditie van het Café Chantant dan, en van het geëngageerde werk binnen de volksliteratuur hier ook in het Volkshuis wordt verder gezet. Zowel met straks geëngageerde debatten en nog andere debatten, maar straks is er alleen, die voor dit weekend zijn gepland, als met optredens. En ook hier heeft men dan weer geprobeerd de dialoog op gang te brengen tussen de verschillende culturen, maar ook tussen de verschillende genres. En een derde, die heeft er al veel meer blikken op werpen dan ik. Ik heb nog maar een paar prenten kunnen zien, hoe moet je dat noemen, prentenfoto's van John Hartfield. Een man die ik altijd enorm heb kunnen waarderen met zijn werk. Ik denk dat in deze context ook een bijzonder goede keuze was om hier een tentoonstelling van John Hartfield te brengen. Een man die symbool staat voor dialoog en engagement. Even toch iets over die kunstenaar. Hij is meer dan 100 jaar geleden geboren in Bonn in 1891 om precies te zijn. En hij heette Helmut Herzfelde. Hij wijzigde zijn naam in John Hartfield en dat deed hij uit protest tegen de Duitse anticampagne tegen Groot-Brittannië in 1916. En hij heeft altijd zijn kunst met politiek en sociaal engagement verbonden. En hij heeft ook altijd geprobeerd banden te leggen, verbindingen te slaan met andere kunstvormen en andere kunstenaars.
En daarom had ik het inderdaad net wat moeilijk om te omschrijven wat er nu precies zijn. Het zijn eigenlijk fotomontages, maar hij maakte die ook met de schilder en tekenaar George Gross. Hij was een van de medestichters van de Dada-groep in Berlijn. Hij ontwierp covers voor de Arbeiter Illustrierte Zeitung. Hij was artistiek directeur van het Max Reinhardt Theater in Berlijn. En hij werkte samen met Bertolt Brecht. Ja, en als je natuurlijk 1933 dat vreselijke jaar eraan komt, dan moet hij Duitsland verlaten. Hij vlucht en vestigt zich in Praag. En als dan ook Praag weer voor mensen van zijn slag totaal onveilig wordt, moet hij in 1938 nog eens vluchten en hij gaat naar Londen. Maar na de oorlog komt hij terug, zoals zoveel geëngageerde kunstenaars uit deze oorlogse periode. En hij doet het net als Bertolt Brecht door zich in Oost-Duitsland in de toenmalige DDR te vestigen. En daar wordt hij dan in 1960 directeur van de Deutsche Akademie der Kunst. Hij sterft er in 1968 in Oost-Berlijn. 1968, je zou bijna denken dat deze datum symbolisch is. Dat was dan iets over deze tentoonstelling. Geniet ervan. Kun je eigenlijk van werken van Hartfield genieten. Dit bijvoorbeeld, dat is dus een van de prachtigste affiches die ik ooit heb gezien. Dus Intermeersteen, Mion of zo, ik kan het van hieruit niet goed lezen, maar het is toch onvoorstelbaar sterk als kunstwerk. En laat het tot u doordringen, dat is de belangrijkste boodschap die ik kan meegeven. Goed, op deze plechtige momenten, en dat in het teken van de dag van de dynastie van morgen, wens ik het Volkshuis alle succes toe met de eerste koningsfeesten. En ik hoop vooral dat dit initiatief erin slaagt om een contactpunt te worden in deze buurt. Dat het een podium biedt voor verschillende organisaties en u ook een platform geeft voor een uitgediept politiek debat. Alle succes gewenst. En nu ga ik dat zo rap mogelijk af. Thank you.